Hi, ik ben Rob en vandaag wil ik aan jullie even presenteren een hulpstuk voor de tafelslijpmachine voor het vervaardigen van schroevendraaiers of het aanscherpen van schroevendraaiers. Normaal gesproken heb je aan beide kanten een hoek en om die hoek gelijk te houden is vaak uit de hand moeilijk. Nou, met deze opstelling kun je dat exact gelijk krijgen en dat wil ik jullie vandaag even laten zien. Nou, we kunnen nu beginnen met slijpen. Dus we brengen het blok vlak op de rail en brengen de schroevendraaier naar de machine. Nou, omdat we twee stenen op de machine hebben, de grove, welke we het eerst gebruikt hebben, en de fijne, en de rail staat al onder de goede hoek, gaan we nu eventjes dan de fijne steen gebruiken. Slijp niet te lang en tijdens het slijpen is het ook handig om af en toe eventjes in een bakje water te koelen. Dat kun je dan namelijk naast je machine zetten. Nou, het begint er al aardig op te lijken. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het gaat de goede kant op. Nou, zoals je ziet, het is eigenlijk, wat mij betreft, uitstekend resultaat. Nou, als je de bladen naar elkaar toe hebt geslepen en beide kanten van de bladen zijn geslepen, dan moeten we hem eigenlijk nog natuurlijk even op dikte brengen. Dus je pakt een schroef en checkt dan even of de schroevendraaier niet te scherp is. En anders dan slijp je hem ietsje haaks af op de zijkant van de steen. Dat je zegt van, nou, ik vind dit eigenlijk is op de goede dikte. Test het even met een schroef. En je bent klaar. Nou, hier is dan de totale installatie. Het bestaat uit een basisplaat, de slijpmachine zelf, een geleiderrail en een geleiderblok. De geleiderrail die is alles behandeld in een video over het slijpen van schaafbeitels. En het enige wat dan nu veranderd is, is het geleiderblokje. Ik zal het je even laten zien. Nou, hier zie je het inspanblok. Het is eigenlijk twee identieke blokjes van hardhout. In dit geval ik geloof 12 of 14 centimeter dik. 4 centimeter breed en 1 centimeter of 14 lang. Nou, deze twee blokjes die worden op elkaar geschroefd. Met twee spaanplaatsschroeven. Wel verzonken. Want dat blokje dat wordt aan beide kanten gebruikt, dus het moet wel glad zijn. En daar zijn een aantal gaten op de helft doorheen geboord. Of eigenlijk tussen beide plankjes in. En dat zal ik je nu even in detail laten zien. Het zijn allemaal verschillende diameters. Oplopend met een halve millimeter. Ik ben begonnen bij 2,5 tot 9. En dan verspringt het vanaf 6, 7, 9. Maar je kan elk gat kiezen. Nou, hier zie je beide blokjes eigenlijk opengeklapt. Dus we hebben die blokjes tegen elkaar aangezet, met de schroeven vastgezet. En daar op de hardlijn een aantal haakse boringen in aangebracht.
Dat zijn namelijk de klemmingen waar je de schroevendraaier uiteindelijk gaat inklemmen. Ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Oké, wat je als eerste nodig hebt is natuurlijk de basisplaat. En de basisplaat is belangrijk, want daar moeten we natuurlijk alle spullen op monteren. Het leukste of het beste werkt een haakse plaat. Een plaat die zowel aan beide kanten, aan alle kanten haaks is. En dan moeten we eerst beginnen met het plaatsen natuurlijk van de slijpsteen op die basisplaat. Nou, wat ik dan doe, is ik begin met een pilot hole. Met één bout begin ik vast te monteren. Dus je plaatst de slijpmachine op de plaat en kijkt even hoe die staat ten opzichte van de lijnen van de plaat. Nou, zodra je dus die machine met één bout al op de plaat hebt vastgezet en je hebt hem een tikkeltje in lijn gezet met de achterkant van de plaat, en dat kan vlak aan de kant zijn, want met de achterkant doe je toch niks, moet je eigenlijk het center van de as bepalen aan beide kanten. En dat is belangrijk, want de behuizing is niet altijd gelijk geboord met het center van de as aan beide kanten. En als je dan de voet gelijk zou houden, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de as scheef staat ten opzichte van de rest van de plaat. En deze behuizingen zijn vaak grof gegoten en de gaten zitten niet altijd op dezelfde afstand van de centrering van de as. Dus daar moet je voor oppassen. Dus waar wij vanuit gaan is vanuit de motoras, het midden van de motoras, aan beide kanten van de machine. Dit is dan de andere kant van de machine. We hebben het ene boutgat hebben we dan eenmaal bepaald en vastgezet, zodat de machine niet erg verschuift. En dan moeten we het midden bepalen van de as. Ja, dat kun je op een simpele manier doen. Door middel van kies een paar houtblokken of whatever. Ongeveer tot het hart van de as. Dat je denkt op het oog, oké, dat zou wel een beetje het midden van de as kunnen zijn. Zorg dat de blokken niet tegen de steen komen. Start de machine. Wacht even tot het loopt. Zetten we de priem of een scherpe spijker of whatever, brengen we naar het midden van de as toe en dan graveren we als het ware een cirkeltje in. En op een gegeven moment heb je een beetje het midden van de as, dan zie je een cirkeltje en dat tekent zich af doordat de as zelf draait. Nou, dat doe je aan beide kanten van de machine. Goed, we hebben hem afgetekend. En wat we nu moeten doen is met een goede blokhaak of een schrijfhaak. Dan ga je even voor de machine zitten en dan kijk je precies of die het center kruist van de motoras. Doet hij dat en je machine staat voor jouw gevoel oké, op de plaat, vrij recht, kun je die aftekenen. We hebben hem in het midden. We zetten hier even een merkje op de plaat. Oké. Nu hebben we dus het midden van de as gevonden op de plaat. En dat is belangrijk. Datzelfde moeten we zo direct ook aan de andere kant doen, maar wel op de goede maat. En dat zal ik je nu even laten zien. Goed, nu meten we de afstand van het merkje tot de voorkant van de basisplaat. En deze maat gebruiken we dan ook weer aan de andere kant van de machine. We zetten nu de maat uit die we aan deze kant gemeten hebben, aan de andere kant, op deze kant van de plaat. Zelfde maat. Dus die zetten we even uit. Streepje. Goed, we hebben nu die twee merkjes gehad. En die verbinden we even met een liniaal. Trekken we even een lijn en verbinden die twee merkjes met elkaar. Oké, we hebben nu een rechte lijn gecreëerd die evenwijdig loopt met de voorkant van je basisplaat. En wat we nu gaan doen is dat we nu brengen we de andere kant van de as, de center, brengen we nu in lijn met de lijn op onze basisplaat.
En heb je dat gedaan, dan staat de machine, de as, de motoras, staat evenwijdig met de voorkant van je plaat. En dan kun je hierna kun je natuurlijk de rest van de gaten gaan aftekenen. Ja, want die ene die hadden we al. Dus als je die nu zuiver aftekent, dan kun je die gaan boren. En dan staat de machine geheel in lijn met de voorkant van je basisplaat. Oké, wat we nu moeten doen is het bepalen van deze boutgaten voor de bevestiging van de geleiderrail. Ik heb ze natuurlijk al, maar als je begint van scratch, dan moet je die natuurlijk nog bepalen. Nou, dat is simpel. Je pakt de geleiderrail, plaatst die voor de machine. Meet even op de afstand van de voorkant van de machine tot de voorkant geleider. Aan beide kanten gelijk. Plaats de geleider in principe als die horizontaal staat. Laten we zeggen zo. Plaats hem zo ver mogelijk naar de steen. En op gelijke afstand. Als je denkt, nou oké, that's it. Zou je daar een gat kunnen boren. Maar het kan ook zijn dat het voor jou gaat verschillen naarmate de hoek wat je gaat gebruiken. Dat moet je zelf even bekijken. In mijn geval heb ik het zo gedaan. Ik heb hem onder een bepaalde hoek gezet van 25 graden. Ik plaats hem naar de voorkant. En dat is ongeveer het begin of het einde van de sleuf. Zo ver mogelijk naar de machine toe. En daar heb ik dan een gat geplaatst. Dat doe je aan de andere kant, idem dito. Met dezelfde afstand vanaf de voorkant van de platen. En boort je gat, breng er een bout in. En you're in business. Nou, we plaatsen de geleiderrail onder een hoek. Het zal in dit geval zal het zo zijn ongeveer. De meeste schroevendraaiers die hebben een hoek van aan beide kanten 5 graden. Zo, dat zal 10 graden in totaal zijn. De totale hoek van de schroevendraaier. En wat we dan moeten doen is dat we dus het blok plaatsen met de schroevendraaier daarin. Nou, als je de geleiderrail onder een bepaalde hoek hebt geplaatst, en dat doe je natuurlijk door middel van je schroevendraaier eventjes tegen de slijpsteen te houden en kijken of hij echt in lijn ligt. En dan kun je hem ook gradueel, kun je hem nog iets instellen met de rail. Dan zou je de rail kunnen vastzetten. Zet ook natuurlijk je schroevendraaier goed vast in het pasblok. Of in het geleideblok, in een gaatje wat je daarvoor hebt gekozen, dat hij hem nog goed aanklemt. En draai goed de schroeven vast die het blok aan elkaar klemt, want de schroevendraaier mag namelijk niet meer verlopen. En tijdens het slijpen moet je het blok, als je de ene kant gedaan hebt, moet je het blok omkeren en dan gaat de andere kant geleiden. Dat is ook de reden waarom je twee gelijke kanten krijgt. Nou, dan kun je de rail gaan vastzetten en dan ben je eigenlijk klaar voor het slijpen. We kunnen nu beginnen met slijpen. Dus we brengen het blok vlak op de rail en brengen de schroevendraaier naar de machine. Nou, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Nou, omdat we twee stenen op de machine hebben, de grove, welke we het eerst gebruikt hebben, en de fijne, en de rail staat al onder de goede hoek, gaan we nu eventjes dan de fijne steen gebruiken. Slijp niet te lang. En tijdens het slijpen is het ook handig om af en toe eventjes in een bakje water te koelen. En dat kun je dan namelijk naast je machine zetten. Nou, het begint er al aardig op te lijken. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het gaat de goede kant op.
Nou, zoals je ziet, het is eigenlijk een, wat mij betreft, uitstekend resultaat. Nou, als je de bladen naar elkaar toe hebt geslepen en beide kanten van de bladen zijn geslepen, dan moeten we hem eigenlijk nog natuurlijk even op dikte brengen. Dus je pakt een schroef en checkt dan even of de schroevendraaier niet te scherp is. En anders dan slijp je hem ietsje haaks af op de zijkant van de steen. Totdat je zegt van, nou, ik vind dit eigenlijk op de goede dikte. Test het even met een schroef. En je bent klaar. Nou, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. En dat het duidelijk genoeg is eventueel om voor jullie na te bouwen. Voor mij was het in ieder geval een groot succes. En ik hoop ook voor jullie. En in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot eventueel de volgende keer. Bye bye.